Hallo, ik ben Sanne van Vorsten en ik ben vandaag bij de Rock Academy. Hallo meneer, heeft u er zin in? Ja, ik wel. Ik heb er wel zin in. Ik vind het hartstikke leuk. Je zus organiseert dit namelijk. Daarom. Het is een verplicht nummer voor mij. Ik heb er heel veel zin in, ja. Ik ben vorig jaar ook geweest. Ja, vorig jaar ook. En het zou nou nog spectaculairder worden, dus ik ben benieuwd. Nou, ik verwacht nog beter dan vorig jaar eigenlijk. Vorig jaar vond ik het al goed, maar dit jaar vind ik het nog beter eigenlijk. Ja, geweldig. Het is van alles. Hè. Dus zang, dans, kunstjes, fietsen. Ik ben benieuwd, want ik weet niet wat er nou komt. Waarom doe je hier aan mee? Ja, ik wil gewoon helpen en ondertussen kan ik de leuke optredens bekijken. Ik kom filmen voor Rock Academy. Ben je hier voor school of kom je hier voor je broertje of zusje? Gewoon voor show. Komt u hier voor een speciaal iemand? Nee, eigenlijk alleen maar voor de kinderen. Ja, voor alle kinderen kom ik eigenlijk. Heb je er dit jaar zin in? Ja. Ben je vorig jaar ook geweest? Nee. Doet dit jaar een van je broertjes of zusjes mee? Nee, ik heb geen broertje of zusje. Waarom ben je hier dan? Met mijn vader. Omdat ik het wel leuk vond een keer te kijken. Ik wou gewoon even kijken wat hier te doen was. Was je er vorig jaar hier ook? Ja, even kijken. Heb je er zin in dit jaar? Ja. Ben je vorig jaar ook geweest? Ja, ieder jaar. Nou, mijn zus die had iemand op telefoon en die belde op en die vroeg of zij kaartjes wou. En toen zei Maaike ja, toen had ze de kaartjes gekocht. Was je er vorig jaar ook? Nee, toen nog niet. Heb je er zin in dit jaar? Ja. En wie is degene die doet optreden, die jij kent? Ik ken meestal bijna alle kinderen hier, maar er zit niemand zeg maar, uit mijn familie die meedoet. Wat verwacht je ervan dit jaar? Spannend. Ja, ik ben best wel benieuwd wat hier aan de hand is. En ken je ook de meesten hier? Ja, dat zeg ik. Ik heb hier zelf ook op school gezeten. Maar je hebt jezelf niet aan mee? Nee, dat was het nog niet.